Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Vandaag ben ik in de studio en ik heb een heel interessante gast, namelijk meneer Helmut Geesius. En met hem ga ik praten over slavernijverleden, 1 juli, het gevoel wat we daarbij hebben. Maar belangrijk is dat we een kleine duik gaan nemen in de geschiedenis. Meneer Geesius, welkom. Welkom. Ja? Ik vind het, ik stel het op prijs dat ik de gast ben, ja. Toch? Dus ook ik mag welkom zeggen, toch? Ja, absoluut. Ja, de gast is gastheer geworden. Absoluut. Ja. Meneer Geesius, u heeft verschillende petten, hè? Want we kennen meneer Geesius van Korpsvrijwilligers Suriname. We kennen hem als ondervoorzitter van het comité met die lange naam. Ja. Wat is die naam? Het Nationaal Comité Herdenking Afschaffing Slavernij en Onderzoek naar de Gevolgen van het Slavernijverleden. Wauw, is echt een mondvol. Is een mondvol, ja. Maar het spreekt al boekdelen. Absoluut. Ja. En het comité bestaat hoe lang? Uitgaande van 26 maart, ja, februari maart, dat zijn we drie maandjes ongeveer, ja. Drie maandjes. Oké, het is een hele jong comité. Ja, ja. Maar hij doet al goede dingen, hè? Ja. Oké. Okay. Ja. Maar we gaan even inzoomen op onze gast. Oké. Okay. De naam van u, het is niet zo bekend geworden, maar Helmut klinkt Duits. Dat is inderdaad een Duitse naam. Wordt dat gezegd? Okay. Ja, dus ik was ooit op een conferentie in Duitsland, in Oost-Duitsland. Dan bij een naambordje Helmut dan draaien, want mensen denken een zwarte Helmut wordt moeilijk. Ja. Dus ik sprak ook toevallig met een andere Helmut aan tafel, net zo aan tafel. Maar Helmut is inderdaad een Duitse naam. Oké, okay. En wat betekent het? Ik heb kunnen achterhalen dat het moedige strijder. Wauw. Ja. Eigenlijk is een strijder al moedig, maar moedige strijder, zo dubbel. Is dat duidelijk? Ja. Nee, want de strijder hoeft soms niet moedig te zijn. Soms ben je gedwongen om strijder te worden. maar houdt u van die naam? Ja. Okay, ja, kinderen, ja, hebben ouders erop. Maar hoe zijn je ouders erop gekomen? Mijn vader zei dat hij had bewondering voor een Duitse voetballer. Nou, was het Helmut Flein of zo? Maar goed, ik weet op de lagere school was het altijd Helmut Kohl, Helmut Schmidt. Toch, want die Duitse bondskanselier. Ja, twee die de voornaam Helmut. Ja. Okay. En ik dacht, misschien word ik de derde bondskanselier in Duitsland. Je never know. Nou, in elk geval. Maar jij staat bekend om een heleboel vrijwilligerswerk. Was dat altijd je passie? Ja. Ik kan me herinneren, passie. Ik kan me herinneren, eigenlijk is het begonnen met een, het is begonnen op de universiteit. Toen werd ik benaderd. Ik zat naast de bekende advocaat Merwin Dubois. Dus we zaten nog na te praten in een college van Hans Breveld. En toen kwam een zekere Gerlin Hidalgo, dus die benaderde ons om eens langs te komen bij Leo Club Kula. Dus ik ben langs geweest, Merwin niet, dus manga Merwin nou was aan je taket. Dus ik ben langs geweest en ik ben er gebleven. 3 jaartjes dacht ik, of 4 jaartjes. En het waren geweldige jaren. Dus als ik kijk naar de collega's van toen en hoe ze zich hebben geprofileerd in de maatschappij daarna, fantastisch. Dus daarna ben ik op dat pad doorgegaan, zelf ook iets opgericht met mijn jongere broer. Jaren bezig geweest op het gebied van natuurbewustzijn en natuureducatie. Okay. Mensen gebracht naar plaatsen, deden heel wat leuke dingen. En dan is verkeer gekomen. Okay. En nu, Nationaal Comité erbij. Okay. Ja. Okay, we gaan die andere een beetje skippen en komen direct op het Nationaal Comité. Waarom ben je lid geworden van dit comité? Als je even zo. Yes, laat me. Die discussie begon in Nederland al te lopen. Hè, naar dus tenminste onderzoek naar het slavernijverleden. Dat ding wakkerde aan, Black Lives Matter, dus alles kwam weer naar boven. En toen werd ik gebeld door Erwin Vient. De bekende socioloog die de Paranse dromen geschreven heeft, Wipay. Hij heeft me benaderd en zegt, Helmut, in Nederland wordt er onderzoek gedaan naar het slavernijverleden en jullie zijn er niet bij.
hij bedoelde toen de universiteit. Oh. Dus toen heeft hij gezegd van het is belangrijk dat je erbij komt. Dus zo ben ik erbij gekomen dan. En we hebben gesproken. Ik heb toen meteen contact gemaakt met Johan Rooser. Mm-hmm. Want ik had het contact met hem in verband met iets anders. Okay. Had ik al het contact met hem. Dus ik heb contact gemaakt met Johan. Mm-hmm. En vanaf die koppeling met Johan is het net een stoomtrein gegaan. Okay. Ja. Want wat ik heb gemerkt is dat de meningen nogal een beetje verdeeld zijn. Hè? Mm-hmm. Over het slavernijverleden, over de aanpak, over het onderzoek en alles. Want nu in het voorgesprek zei je me, het comité gaat uit van 1873 en niet 1863. Want op school hebben we geleerd, afschaffen van de slavernij in 1863. Je dacht het is echt, hè? Ja. Maar dat, zo moeten we er niet meer naar kijken. Tenminste, wij willen er wat genuanceerder naar kijken. Want we hebben inderdaad ook geleerd 1 juli 1863. Okay. Dat is die formele afschaffing. Dus okay. Dat zeggen we ook. Maar de facto ging die, dus in de praktijk, in de werkelijkheid, ging eigenlijk die slavernij door tot 1873. Mm-hmm. Want we hadden een soort van vrijheid, heet dat. Staatstoezicht. Maar dat was erger. Dus voor de cultuur van de Afro-Surinamers was die periode funest. Mm. Toch, als je denkt aan dus de het Winti-geloof, dus het beleiden daarvan werd sterker verdrongen, was zelfs verboden. Okay. En ook het spreken van het Sranantongen. Dus heel gek, Sranantongen had tijdens de slavernij haar beste periode. Mm. Maar met de intrede van staatstoezicht, eigenlijk was het een kwestie van wortel en tak. Mm. Dus dankzij heel wat mensen, heel wat taalsprekers, ja, dus de gewone mensen, dus niet het beleid van toen, is die taal nog gebleven. Oh, okay. Maar dus, het waren rakenklappen. Want wat je zegt is, de mensen mochten geen Sranantongen spreken, alleen Nederlands. Of, want we hadden dus, verschillende. Ja, mm-hmm. In het onderwijs werd in de slavernijperiode, of tenminste onderricht, de communicatie gebeurde veelal in het Sranantongen. Want toen wilde men niet dat de tot slaaf gemaakte, die taal leerde, het Nederlands. Ja. Toch? Maar ineens, staatstoezicht, werden de rollen ineens omgekeerd. Toen vond men moest die tot slaaf gemaakte juist civiliseren, tot mens maken. Dus alles wat maar Hollands was of eruit zag, moesten ze mee opgevoed worden, uitgerust worden. Mm. Ja, als het nou is, taal, godsdienst, kijk op de maatschappij. Wat moeten we weten van het slavernijverleden? Het is die periode van staatstoezicht. Nou, ik blijf het zeggen, onderzoek is altijd heel interessant. Is altijd belangrijk. Als je een duik neemt in de geschiedenis. Maar waarom zijn de meningen verdeeld dan? Waarom hebben mensen toch, sommige mensen hebben toch een andere kijk op zaken? Op, op het slavernijverleden in die zin van 1863 of 1873 en de behandeling en ook de gevolgen, wat moet er nu gebeuren, moet er reparation plaatsvinden, al dat soort zaken. Dus kijk, en dat maakt dat we die dialoog moeten blijven voeren, want dat de meningen verdeeld zijn, dus dat is goed, maar laten we kijken wat zijn de punten waar die verdeeldheid er is. Mm-hmm. Dus je kunt praten over de afschaffing. Mm-hmm. Wij hebben aangegeven hoe wij ernaar kijken en dan kunnen we onderzoek doen. Wat is er dan nog veel meer gebeurd tijdens de periode van het staatstoezicht? Mm-hmm. Het was misschien niet alleen kommer en kwel, want de tot slaafgemaakte, dus die waren dan zogenaamd vrijheid, dat, maar die kregen een vergoeding. Mm-hmm. En dat hebben ze dan gestopt in het kopen van land. Gelukkig. Juist. Mm-hmm. En ze hebben dat land gekocht. En wat konden ze ermee doen? Maar goed. Ja. Dat laten we even, maar ja, dat is een heel andere juist. Discussie, maar daardoor is heel veel precies. Boedelding ontstaan. Ja toch, maar daar hebben we dan ook die kwestie van, wat waren Baron Bonnie en Scholiekeur, toch die brandstichters. Maar ze zeggen nee, het waren vrijheid. Dus op de lagere school had ik echt zoiets van, ah jong, isuta fota faya, dat is mijn broei. Ja. Dus toen had mijn nichtje
met haar geschiedenisles een heel ander verhaal vertelde. Van, nee, het waren geen brandstichters, dus het waren brandstichters. Het waren mensen die in verzet waren gekomen. Dus het systeem was zo erg dat de stad moest worden afgebrand. Toch? Dus dat zien we dus ook aan, kijk maar naar waar de mensen gevestigd zijn in het binnenland. Al die soelas die ze hebben moeten trotseren, het bos, dat geeft aan hoe breed dat systeem was. Ja. Toch, maar zien, ook zo varen. Dus die meerstemmigheid, zoals we het noemen, toch, dat is nu hoog nodig, omdat we vanuit één bril hebben leren kijken naar het slavernijverleden. En we hebben altijd, mevrouw Boetjes, we hebben altijd wat we hebben geleerd op school en wat nog op ons netvlies is, zijn die, want dan zag ik drie tekeningen, of nee, dus tekeningen van drie figuren, boven een brandstapel. Ja. En zo werden onze mensen die in verzet kwamen, zo werd het aan ons overgebracht. Ja. Het zijn mensen die ongehoorzaam waren, die tegen de normen inhandelen, dus dit is wat ze verdienen. Ja. En dat gaat op je netvlies zitten, totdat je begrijpt van nee, laten we praten over die situatie. Wat heeft ze ertoe gebracht om daartoe over te gaan? En dan zie je dat het een heel ander verhaal wordt. Ja, dus dat verhaal van onderuit, de mensen die het hebben ervaren, wat is hun verhaal? En Somra kan daar heel veel over vertellen, de bekende dichter. Heel veel, en mevrouw Caprino, heel veel over wie deze drie figuren zijn geweest en wat heeft gemaakt, daartoe heeft geleid dat ze tot die actie zijn overgegaan. Over een paar dagen gaan we dus 1 juli. Wat is het, vieren of herdenken? We gaan hem herdenken. We gaan hem herdenken. Hebben niks te vieren eigenlijk. Nee, we hebben niks te vieren. We hebben niks te vieren. Ja, niks te vieren. Natuurlijk. Het feit dat Akitikoti toch? Toch, ja, ja. Mag je vieren, maar het is een kwestie van accent. Mm. Dus het is niet dat het accent moet worden gelegd op vieren. En we weten niet wat voor vieren. Ik denk dus dat die herdenking vooral belangrijk is. Wat is er gebeurd in het verleden? We hebben het verleden vooral vanuit de geschiedenisles gehad, maar nu, ik heb het woord gebruikt, meerstemmigheid. Dus nu vinden we dat niet alleen geschiedenisleraren of geschiedkundigen naar het verleden moeten kijken, maar ook de sociaalwetenschappers, ook de sociologen, ook de psychologen. Medici zelfs ook, biologen zelfs ook. Kijk naar het verleden, het slavernijverleden en wat is er daar gebeurd. Hoe komt het dus dat we binnen de AVRO-groep zitten met bepaalde fysieke kwalen, fysieke aandoeningen? Wat is welke impact of gevolgen heeft het slavernijverleden gehad op de medisch-fysieke gezondheid van de AVRO-Surinamers vandaag de dag? We gebruiken nu het mooie woord, het is eigenlijk een sleutelwoord geworden, doorwerking. Dus effecten van het slavernijverleden die doorwerken. Eigenlijk hebben we, mevrouw de Boetjes, ik kan me niet herinneren dat we een lange en brede dialoog of discussie hebben gehad over wat heeft het verleden eigenlijk met ons gedaan. Bij die afschaffing is men eigenlijk door de orde van de dag overgegaan, want ik weet, Sombra heeft zich altijd daaraan gestoord van 1 juli. Ja. Dan zie je die plaatjes weer in de boeken van mensen die feesten, dus alsof er niets daarvoor, op wat daarvoor gebeurd was. Ja. Maar ook daarover zijn de meningen verdeeld. En sommige mensen zeggen, ja, maar we moeten geen slachtofferrol innemen. Nee, we moeten geen slachtofferrol innemen, maar we moeten niet ontkennen dat zaken doorwerken. Ja. En in onze conceptie, zeker binnen de Afro-Surinaamse kijk op het leven, hebben we zoiets van, het verleden is niet een tijd wat je, of een gebeuren wat je achter je laat. Of moet wegstoppen. Je moet het wegstoppen. Het verleden werkt door en draagt bij aan wie we vandaag zijn. Absoluut. Toch? Wat is er gebeurd na de Bigisma Fouwi? Want kennen we ze?
kennen we ze genoegzaam? Wie zijn die mensen geweest? En al die mensen die het leven hebben gelaten onder die erbarmelijke omstandigheden. Hoe zeg je, of hoe doe je, er is niets aan de hand, we kijken niet achterom. Het gaat erom dus dat we, terwijl we ons realiseren dat we een slavernijverleden hebben gekend, onze voorouders, dat we er vandaag de dag zijn, brengt ons nu naar het moment van, hoe komt het dat u en ik nu hier naast elkaar staan? Wat is dat verzet geweest? Welke moed hebben de mensen aan de dag gelegd om ervoor te zorgen dat we vandaag, dat die kinderen, de kindskinderen vandaag nog kunnen staan, hun leven kunnen opbouwen. Maar tegelijkertijd zien we dus ook dat wanneer we om ons heen kijken, en we moeten om ons heen kijken, ook we moeten om ons heen kijken wanneer we om ons heen kijken, en dan zie je slagingspercentages komen van scholen, dan kijk je van wie zijn de groepen die het halen, wie zijn de groepen die het niet halen. Als je kijkt dus naar de oververtegenwoordiging in het gevang, en dat is not to say dat de anderen schone vingers hebben, maar wij zien dat er iets aan de hand is en de vraag is, erkennen we dat er iets aan de hand is en dan moeten we dat gaan onderzoeken. En dan moeten we onderzoeken, vaststellen, wat heeft te maken met de doorwerking of wat heeft te maken met zaken die we laten liggen. Mm. Dus niet genoegzaam oppakken. Ja. Is dat de reden waarom het Nationaal Comité dan heeft besloten om Grand Comparsie te houden? Dat is een van de redenen? Wat betekent eigenlijk Grand Comparsie? En Comparsie geeft het al aan. Hè. Dus Comparsie geeft aan, het is een besloten vergadering, om het even zo te noemen, besloten bespreking. Mm-hmm. Want we kennen dat toch, Comparsie, dus familie Konawang, om zaken dus die diep liggen bij de familie, ernstig liggen bij de familie, om die te bespreken en om daar een oplossing voor te vinden. Maar heeft het comité niet een stap overgeslagen? Moet je niet eerst een chien comparsie hebben voordat je naar die grand comparsie gaat? We hadden een kleine comparsie op. Hadden... Ja, 26 februari of 26 maart hadden we een kleine comparsie met dus de bekende organisaties, Fiti Fouini, Federatie voor Afrikaan, Saranansuma, NACS. Met die headcaps hadden we op 26 maart hadden we een comparsie. En daaruit is er ook een verklaring opgenomen. En een van de markante dingen daarbij is dat we vinden dus dat er inderdaad erkenning moet komen dat het slavernijverleden, het slavernijsysteem, schending is geweest tegen de menselijkheid. Er zijn nog wat dingen in, maar terugkomend op die comparsie, dus daar zijn Afro-Surinaamse organisaties en personen uitgenodigd om op de eerste dag in dialoog te kijken naar het verleden. Wat zijn die schendingen geweest? Wat is het leed? Vinden we dat we genoegzaam begrepen hebben wat voor leed ons is aangedaan? Twee, hoe is het verzet geweest, als we kijken naar het verleden? Wat zijn de zaken die ons in het huidige leven nog belemmeren om die broodnodige welvaart en dat broodnodige welzijn te realiseren? En als we die som hebben opgemaakt, wat is de strategie? Wat is dat plan van herstel? Wat verdient nog meer onderzoek? Ja, en dat alles moet gefinancierd worden. Herstel zal gefinancierd moeten worden. En door de betrokkenen. Ja, want en dat is wat wij vinden ook, dus dat Nederland moet kunnen erkennen dat ze historische betrokkenheid hebben bij het slavernijverleden. Ja, want sommigen geven aan van ja, de huidige mensen die hebben het niet gedaan. Ja, dus natuurlijk, natuurlijk nog, want ze eten uit de rijkdommen van de voorouders. Ja. En wanneer de voorouders zaken hebben misdaan, dan zeggen we niet dat jij moet zeggen dat jij het gedaan hebt.
We zeggen dus dat de staat, want, het was de, want de staat is verantwoordelijk geweest, de staat Nederland is verantwoordelijk geweest voor het slavernijverleden en de actoren daarbinnen die het voor het zeggen hadden, dus die, de machtsgroepen. En dan vinden we, er moet herstel komen. En natuurlijk, dat herstel, dat bepalen wij zelf ook. Ja toch, want hoe ziet dat herstel eruit en wat kost dat herstel? En dan praten we dus niet over een zak geld op tafel, mevrouw Boesius. Wanneer we praten over herstel, hoe ziet die strategie eruit? Wat zijn de programma's? Ja, waar precies moet dat herstel plaatsvinden? Daarvoor is onderzoek nodig. En onderzoek kost geld. En dan klop je dus aan bij degene die verantwoordelijk is geweest voor dat leed dat onze voorouders is aangedaan en wat nog doorwerkt naar het verleden. Daarover praten we. Ja, ja. Nou, de tijd is niet onze bondgenoot. Wat zegt u tegen de samenleving in verband met 1 juli? Want wie is va aketikoti? Yes. Juli. Nou, ik wil de mensen oproepen om volop mee te doen aan dus de activiteiten binnen onze herdenkingsweek. Met als hoogtepunt de bloemenhulde bij het monument van Kwaku. Wanneer is dat? Op 1 juli? Het is op 1 juli. En daar hebben we dan verschillende toespraken. We hebben de president, de vicepresident. We hebben de headcaps van de verschillende organisaties. Meneer B, die gaan dus verschillende toespraken houden. En ook de nodige voordragen van Grancisa Celestine Ralte, die ook haar bekende poëma zal voordragen. En dan hebben we daarna een omtien fijne komakandra. Ja, dus dat hoort erbij. Dus dat is die week. Er zijn nog andere activiteiten binnen de week. Ik wil dus de mensen oproepen om volg de mediaberichten waarbij we dan bekendheid gaan geven aan andere activiteiten die worden georganiseerd. En we doen ook een beroep op de bestaande organisaties. Ontplooien jullie activiteiten, zodat we dat eensgezind invulling geven aan die herdenking. Want dat is het belangrijkste, dat is de belangrijkste bedoeling van het Nationaal Comité, om tot een bezinningsvolle herdenking te komen van 1 juli. En een gecoördineerde herdenking van 1 juli samen met alle bestaande organisaties. Geweldig. Mag ik u heel veel succes daarbij toewensen. Dank u wel, mevrouw Boesius. En kijkers, zo zijn we komen aan het eind van dit deel van In Gesprek Met. U heeft meneer Helmut Geesius gehoord. Heel interessant. Nu kijken we vanuit de verschillende andere invalshoeken naar ons slavernijverleden. En ik denk dat de discussie hierover echt nog gevoerd moet worden. Maar er wordt nu echt de aanzet gegeven. Er komt een dialoog. De Grand Comparsie is op 25 juni in. De Claudette Tony Multipurpose Centrum. Ja, Poelepantje. Dus als u geïnteresseerd bent, dan kunt u ook deelnemen hieraan. Maar verder, 1 juli is een nationale dag. En dan is het niet alleen voor de Afro-Surinamers, maar voor heel Suriname, om stil te staan bij wat er 10 jaren terug is gebeurd. Maar u gaat niet weg, want straks ben ik er met het tweede deel en dan ziet u mij in gesprek met Danitja Marzet. Kijkers, welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. U merkt het, ik ben niet in de studio, maar ik ben op bezoek. Ik ben op bezoek bij een hele Jaja vrouw die zich straks aan u gaat voorstellen. En dit deel, u weet, dit In Gesprek Met wijden wij aan 1 juli. Vrijdag 1 juli gaan we herdenken, maar spassie, we gaan herdenken dat die ketting is gebroken. Maar we gaan ook gezellige dingen herdenken. Hè? En het is een dag om feest te vieren en om je mooi te kleden en om je goed te voelen. En daarover gaan we praten met deze. U bent. Goeiedag, welkom in gesprek met. Goeiedag, ik ben Danitja Marzet, meer bekend als Dansidan. Oh, Dansidan. Je houdt van dansen?
Ja, ik hou van dansen. Ja. Oh, dus van daarom ben je op die naam gekomen? Yes, en dus het is als het ware. Dus overal waar ik ga, hoor ik iets, is het, ik moet dansen. Hoor ik even, moet ik even dansen. Dus ik dacht van, hey, no, dansende Danny. Maar het is te lang, dus ja. Ik ga dan afkorten naar Dansi Dan. Oké, okay, nee, dat klinkt echt lekker, hè. Dansi Dan, mensen, we gaan naar Dansi Dan. En als je bij Dansi Dan bent gekomen, dan kun je kleren huren, no? Is dat het? Kimonas en kutus. Maar los daarvan kan je ook een Anissa binden. Je kan me ook huren om je aan te kleden. Dus kutus, meestal kutus. Of als je een feestje hebt en je wilt het een beetje druk hebben, gezellig, dan kan je me ook huren voor Amixani. Oh. Om dat feestje druk te maken, gezellig. Dus niet alleen dansen, ze kan ook lekker druk zijn. Oké, maar laten we een beetje inzoomen op jou. Wie is Danitja Marzet? Ik ben Danitja Marzet, zoals ik al heb gezegd. Ik ben 27 jaar jong. Ja, ik ben werkende. En los daarvan doe ik dat ook. Naast mijn werk doe ik ook mijn eigen ding, als het ware. Mooi, een businessvrouw en ambtenaar. Goeie combinatie, hoor. Maar hoe ben je op het idee gekomen om dit te doen? Dus, hoe ben ik op het idee gekomen? Dus nu, om een kimono te maken, of een koto te maken, het is duur. De tijd is hard. En je hebt ook mensen, stel ze worden jarig bijvoorbeeld. Ja. Ze willen mooi zijn, want ze willen weer een koto, een kimono, maar ze kunnen het niet permitteren. Daarvoor heb je mee nodig. Oh. Ja, van ik moet voor deze groep opkomen. Okay. Om een koto te verhuren of een kimono te verhuren, zodat ze ook mooi kunnen zijn op hun dag. Okay. Maar sommige mensen denken van, huren van een koto, dat is maar weer een badami moet weer. Dat heb ik ook, maar oké, dat heb ik weer een ander voor. Ik heb een oom in Nederland, Rudolf, en hij heeft een vrouw, Annemiek. Rudolf, zijn moeder, heeft een pri in juli of augustus, hou maar ten goede. Tante Annemiek wil komen, moet ze een kimono maken? Nee, ze wil het graag meemaken. Wat moeten we doen? Nee, we gaan het niet voor daar maken. We gaan er zeggen van oké, luister. We hebben optie bij Dansi Dan. Kom een koto huren of kom een kimono huren. Daar kan je ook bij horen. Bij ons cultuur. Of je bent even mooi als ons, maar dan hoef je niet ermee weg te gaan, want dan heb je het niet meer nodig. Okay. Of als Annemiek zegt nee, ik hou van jullie cultuur, ik wil graag een foto maken. Gaan we er sturen om dan een te gaan kopen of een te maken? Nee. Zoals ik hier zo ben, ik wil misschien een sari aandoen. Dus moet ik het gaan kopen? Dat ik het nooit meer aandoen? Ja. Nee. Ik ga het huren. Okay. En daarom ben ik er van, nee, jullie moeten het niet zo bekijken. De tijd is een beetje hard. Maar sommige mensen denken ook aan dat hygiënisch vraagstuk. Van, iemand heeft het al aangetrokken, dan moet ik het nu aantrekken. Hoe staat het daarmee? Hoe ga je daarmee om? Dus ik ben niet de enige die het doet. Ja. Wat culturele kleding betreft, van curioza, denk ik wel dat ik de enige ben. Of die het zo openbaar doet. Okay. Maar in het buitenland heb je ook, los van, heb je ook kledingstukken, jurkjes. Maar merken bijvoorbeeld, 600 euro zag ik, maar ze verhuren het voor 50 euro. Zo. Dus ze doen het, maar alleen kijk, bij mij. Ik was het zelf. Aha. Ik streek het voor je. En als je het hebt aangetrokken, je hoeft het niet te wassen. Je brengt het weer. Ik weet hoe ik het moet wassen. Okay, yes. Stoomt het en al. Dus te was mijn contact, ja, is het bijna net als van de winkel. Aha. Maar ben je van, want we zijn hier bij Nax. Je hebt hier een plekje gehuurd. Ben je van huis uit heel erg cultureel gericht? Ja, vanaf kleins af loop mijn cultuur, sinds ting, ik hoor van. En van daaruit ben ik in Nax gekomen, ben ik meer komen leren. En ja, zodra er iets is, maak ik een kimono, een koto, soms raak ik het niet eens meer aan. Zit ik met zoveel boegoe, wat doe je met ze? Ja. Dus vandaar dat ik heb te veel. Te veel die ik nooit heb aangetrokken, of misschien één keer. Okay. Ja. Oké, dus dan dacht je van, in plaats dat de sanis is de voor mijn kassie, dan kan ik er iets mee doen. Goed idee, hè?
Maar dan ben je bij mevrouw Staphorst gekomen. En ik deed het eigenlijk, van huis uit. Oh, okay. Maar, nou, mijn moeder, zoals we weten, was niet vooraf was in mijn Nengres, maar ze houden ervan wanneer zoveel mensen thuis komen. En om te passen, dan moeten ze in een ruimte gaan in dat huis. Mijn moeder zei me dat, Dani, niet te veel mensen. Dus heb ik mijn probleem uitgelegd aan mevrouw Staphorst. Dit is mijn probleem, ze vond het een geweldig idee. Ze zei van nee, we hebben een ruimte voor je hier zo, je mag het huren. Doe je ding. Zo is het aan toe gegaan. En hoe lang ben je al bezig? Ik ben in maart gekomen, of april. Uh-huh. Ja, april. April ben ik gekomen. En het loopt? Ja, ze helpen me ook. Mevrouw Staphorst, ja, zodra er iemand komt. Komen jullie even kijken. Er is een dame hier, die kimona, ze doet Anissa's. Dus ja, mijn dank is groot. Ja. Want dat staat naks voor. Want ik weet dat ik een interview had met mevrouw Staphorst. Dat ze zei, we gaan het nu combineren. Hè? We gaan ons cultuur optrekken. Maar we gaan ook jonge ondernemers en ondernemers de kans geven om iets te doen. Dus jij bent één van ze. Ja. En u moet ook weten dat mevrouw Maars het mij benaderd. En ze zegt, weet u, ik kijk altijd naar u. Ik wil u kleden op één juli. Ik was verbaasd. Want dat doe je ook. Dus die mensen komen hier. Zoals je straks me... hoe ga je me nu even kleden? We gaan geen hele jurk en zo aantrekken, maar ze gaat alvast laten zien wat ze kan doen. Dit is een Anissa. Mm-hmm. En heeft het een naam? Dit is een Let Them Talk. We laten de mensen zien van achteren. Dit is Let Them Talk. Dit is een Let Them Talk. Oh, oké. Dus mensen, jullie hebben gehoord, hè, Let Them Talk. Jullie mogen zeggen over me wat je wil. Talk. Laat me zien hoe mooi het is. Oké, okay, toch? Uh-huh. Ik moet het hier houden. Kan dit in de biggie toch? Mooi, no? De cameraman schudt van wel. Dus zo ziet u toch. In één minuut ben ik dan veranderd. En ik voel me ook anders. Zo. Helemaal in die in jullie sfeer. Ai, echt waar. Maar ken je ook de geschiedenis van die Anissa's en zo? Ze hebben allemaal zo. Wat is de jouwe? Laat de kijkers even zien. Het is een mix van otobaka en een poutere. Is het goed te zien? Of moet ze echt keren? Oh, dus die otobaka is hier en poutere is onderin, no? Als het helemaal is, als het die autobak was, zou dit naar binnen moeten, naar gerold naar binnen, als het helemaal die autobak. Oh, maar nu is het een combinatie, dus dat maak je ook. Dus mensen kunnen bijvoorbeeld aangeven, ik wil een Let Them Talk alleen. Maar als de mensen niet weten, kies jij dan soms ook? Ik adviseer ze, waarvoor is het? Bijvoorbeeld een Vera, die Vera is de ene die zo met een punt naar buiten gaat. Uh-huh. Als je bijvoorbeeld jarig wordt, zou ik niet adviseren om een Vera te binden. Oh. Dus als je misschien naar een prix gaat. Want wat is Vera? Heeft dat een betekenis? Nee, het heeft geen betekenis. Ik ken haar niet, wacht maar op de hoek. Ja, toch? Het is gewoon snel gedaan. Het is even snel. Oh, die is snel. Je kan het zelfs zonder spel doen. Dat is die strikvera, toch? Die strikvera. Oké, maar otobakka, heeft dat een betekenis? Nou, dus ik ga u eerlijk zeggen, nee, is geen moeder, moet die wel een betekenis, maar dan moet ik weer gaan onderzoeken. Ja. Ja, nee mama, ik vind het wel leuk. Want dit heb ik begrepen, ik heb even rondgekeken. Dit is? Die Prooisede. Prooisede, en? Die Proois leent eromheen. Dus eigenlijk is het wordt gebonden als de mis de neef, maar alleen zit je dan. Prooisie lint erbij. En Prooisie lijkt op Prodo. Is echt mooi. No? Meestal na deftig, maar ik weet niet. Dus als het ware bij zo'n pakje zou ik het toch moeten aandoen. Als het ware, want dat is deftig. Oh, oké. Okay. Ja. Want die zijn modder, echt. Ja. Dus het is ook Let Them Talk, maar dan is het in 3-in-1. Oh, 3-in-1. 3-in-1. Allemaal, hier zijn Let Them Talk, ja. Zo. Mooi. Dit is die Prooisie. Maar deze is echt leuk. Alle soorten kleuren, paars en. Dus je trekt het op. Zo, pas op mijn jurk, hè, deze. Ja. Dus, maar nu 1 juli, hè? Wat betekent 1 juli voor jou? Nou, het betekent heel veel. Mm-hmm. Nou, afschaffing van de slavernij. Ja. Als het ware, dit alles hebben we te danken aan onze voorouders. Mm-hmm. Want we zouden het eigenlijk niet kunnen vieren als er geen slavernij was. Mm-hmm. Ik weet het, ik kan het in één woord zeggen, maar dit alles komt door onze voorouders. Mm-hmm. Ja, toch? Maar als je zo hoort of leest wat ze hebben meegemaakt, wat gaat er dan in je om? Nou, ja.
Want ik ga je zeggen, soms als ik naar die films kijk, word ik boos. Ja, je wordt sowieso boos, maar ah. Waarom zou je, waarom... Nu heeft het geen zin meer. Het heeft geen zin meer. Je wordt sowieso boos, maar ja, het kan niet anders. Ja, dus jij denkt... Het is wat het is. Het is in het verleden, het was wreed, maar nu, wat doen we ermee? Ja, we vieren het. We, mm-hmm. Is als het ware, we gaan niet meer terug van, in jullie, saritori. Nee, we zeggen... Met de boei de biggest matangi. Ze hebben voor ons gevochten. Het was een soort... Ja, ik weet niet. Ik kan het niet voorbij laten gaan. Dus daarom heb ik ook op 1 juli... ga ik een Anissa's verkopen. Of eigenlijk daarvoor ook. Mm-hmm. Ik ben daarmee bezig met dat project. Mm-hmm. Zodat... In weer een Anissa. Mm-hmm. Om het door te brengen. Om op die dag te zijn met de Anissa. Weet je? Mooie cultuur, fascinerend. Vroeger zagen we een week van tevoren iedereen zo in traditionele kleding. Maar nu, het begint te verwateren. Heb je dat gemerkt? Ik heb het gemerkt, ja, maar ik sowieso niet. Ja. Zo, aan het werk. De hele week ziet mij je. En we weten waar 1 juli door. Ik ben nu zelfs bezig op Facebook. Vanaf 1 juni zet ik dingen, odo's op Facebook, op mijn page Daan Sidaan. En ook op mijn status zet ik odo's. Je hebt een page? Ik heb mijn page Daan Sidaan. Dus daarop dat ik, ik tel af. Tot zodat dus ze moeten zien van, was in jullie nadert. Ja. Dus ik breng ze ook in die sfeer. Soms vergeet ik, want ik heb hoofddoek om te binden. Ik moet mensen aankleden. Dan vergeet ik om te zitten. Ze bellen me. Danny, wat is die auto? Gisteren ben ik vergeten. 6 uur, Danny, ik heb nog niets gezien. Niks. Dus wat is dat? Ik zet dat nu. Dat wil zeggen, je helpt een paar mensen om echt in die sfeer te komen. Dan geef een paar odo's, laat me horen. Mijn odo waarvan ik hoor is een... If hebi alleen no seki me, sana wam tien do watra. Hallo! Dat wil zeggen, je hebt zoveel dingen meegemaakt. Je bent er doorheen gekomen. Niks, alles zijn obstakels voor je, ik zag gewoon. Dus jij met je nyoni dingen, je komt met je kleine, dat gaat me niets doen. Dus dat is het, is gewoon mijn orde voor het leven. Oké, dus if hebi? If hebi alleen no seki me, sana wam pitching do watra. Oké, maar teken mee. Hebi alleen no seki me, sana wam chi do watra, me psa watra dat. En dat is de bedoeling, hè? Dat mensen er echt in moeten komen en leren uit deze dingen, hè? Want die odo's hebben, die mensen van vroeger hebben die dingen goed bedacht, hè? En nog één. Nog eentje. Want je geeft elke dag, dus er moet een paar odo's zijn. Wacht, want er zijn zoveel. Laat maar goed denken, wat er zijn. Maak je die odo's zelf of? Nee, ik maak ze niet zelf. Ik haal ze. Ik ken ook een paar hoor. Mm-hmm. Je hebt ook een ordineren. Uh-huh. Dat is een. Ik weet toch wat een mochokoto is. Ah, ja, mochokoto. Oké, okay, die van betekenis. Mm-hmm. Dus het is voorin open. Oh, ik hier een mochokoto. Het is voorin open. Uh-huh. Dus. Zo, met een fountain. Dus het is eigenlijk gemaakt voor. Wanneer je wil plassen, is het gemakkelijk hier. Oh. Dat je op een even ga je snel plassen. Okay. Maar daarom lopen ze het moet je kotten, want het is open. Uh-huh. Dan heb je eentje, een manengere, die niet weer moet je kotten. Maar die moet je! Speciaal voor de inderdaad. Ja, want ik zei tegen de cameraman, wil je niet de Anissa opzeggen? Hij zei, no, maar ik zeg niet dat meisje. Manengere, nee, weer moet je kotten. Nee, maar dat is echt leuk. En dat moet de sfeer zijn, hè, 1 juli. Maar dan is het ook zo dat we nu echt kijken naar het zwart zijn. Hè? Want men zegt, ja, men praat over herstelbetaling, San Moestrui, Bakka, maar wij moeten ons ook meer bewust zijn van ons eigen ik. Ben je daar ook mee bezig? Tuurlijk, natuurlijk. Ja? En wat zeg je tegen de mensen? Ik weet van... Je hebt ook sommige mensen kijken neer. Mm. Vooral als je bezighoudt met cultuur. Mm-hmm. Maar het is niet altijd negatief. Ja.
Want ik heb gehoord, sommige kerken weren het een beetje. Ja. Als je je bezig houdt met dit soort dingen. Maar het is helemaal. Als je, ik was buiten Naks, ik wist niets. Oh, okay. Ik kwam naar Naks, ze leer je van oké. Zo, zo, zo. Dus ben ik bewust gaan worden van mijn cultuur is best leuk. Het is best, het is mooi. Ja. Dus ook wanneer ik buiten ben, ze praten niet goed over mijn cultuur. Zeg, ben ik er aan het gesprek niet met mee. Nee, hallo. Je jump ook. Luister, het is niet zo, maar zo. Mm. Altijd. Ja. Altijd. Ik neem helemaal geen platform. Je bent een cultuurambassadeur. Als het ware. Kan je, als dat die naam is, die titel, dan wordt, dat is dat. Dat. Ja. Oké, maar je hebt eerder aangegeven dat je ook als Amexani kan zijn op een feest. Vertel, hoe gaat dat toe? Okay, Amexani, je hoort het Amexani. Mm-hmm. Amexani, Amexani. Mm-hmm. Oké, okay. Dan ik ga op die feestjes. Ik kom hier, piep. Poco, ik blijf met tik aan jarigen. Ik dans met de jarigen. Maar je hebt ook op feestjes waar die mensen dansen en dan gaat de jarigen. Mm-hmm. Mensen, mm-hmm. Anders als je mijn paya bent. Maar als je de Amexani hebt, de jarigen gaat dansen en de Amexani gaat die mensen roepen. Ja, komen jullie dansen met die missie? Absoluut. Ja, tuurlijk, maar natuurlijk. Men nodig je uit voor dansen. Daar kom je zitten. Nee, dat is het toch niet. Okay. En ook wanneer we op cultuurfasie, misschien naar Aysa Pri, dan kan je de Amexani ook huren om die Aysa naar buiten te brengen. Oh. Dus dan komt de Amexani naar buiten. Piep. En die dag komt die Aysa naar buiten. Zo. En je mikt naar ijs, hij zegt, ijs, hij breedt, hij midoro. Mm. Ja. Zo. Maar moest je daarvoor studeren of heb je gewoon gezegd, het zit in me? Nee, het zit gewoon in me. Sinds ik... Sinds je klein bent, ja, Amexani. Was me zelfs in die beren was ik al Amexani. Mijn vader bracht me vroeger vaker naar feestjes wanneer hij moet spelen. Okay. Maar nou, Dani, laten we gaan. Uh-huh. Dan was er altijd... Je vader is Pokuman. Pokuman, ja. Oh, okay. Zei je altijd, kom laten we naar feestjes gaan. Oh, nou, ik weet niet hoor. Duncan Marchet. Vleesleden van Kogontepom. Kogontepom. Oh, is meneer Marchet is je vader. Zo zie je. Niet begrepen we het. Dan bracht hij me altijd. Uh-huh. Kom, is er altijd... Oh, nou, oké, mensen, we gaan een street dansen. En Dani kwam altijd met wel een schijn. En kwam ik altijd met mijn tasje zo naar huis. Mijn moeder zei, Dani weer. Ik kon het gewoon niet laten. Ik hoorde iets. Dansen. Ik had zelf een dansgroep thuis. Mm-hmm. Het was niet eens bekend, gewoon van de straat hoor. Toen we dansen. Ja. Maar dat was het Lokito toch, dat danste we Lokito. Oh, hoe dans je Lokito? Even sneller. Oh, zo. Nee, maar heel leuk dat we zeggen, jij zorgt ervoor dat wanneer mensen, want ja, dingen verwateren te snel, dat die mensen weer in de sfeer komen. En dat ze allemaal echt met plezier in jullie tegemoet gaan. Wat is jouw boodschap naar de Surinaamse samenleving toe in verband met 1 juli? Ga je gang. Zo, mijn boodschap is... Jullie weten dat de biggest, maar ze hebben voor ons geofferd, ze hebben opgeofferd. Want toestel heeft deze, hebben dat niet gemaakt. Mm-hmm. Daarom moeten we deze dag vieren. Laten jullie dat niet zo. Jullie zijn kankang. Mm-hmm. Kankang. En laat niemand jullie zeggen dat jullie dat niet mogen vieren. Of ja, het is in het verleden. Of zijn nee. Kankang. Sta jullie op. Utak des matangi. Ja. Mooi zo. Dat naboskopo voor mis dan niet. Dan. Maar nog iets. Ik zie, dus als men hier komt, is voor elk wat wils. Dun, dik, iedereen kan iets vinden. Oké. Mm-hmm. Ik ben nog bezig. Mijn voorraad is nog niet zo groot. Het is wel groot, maar nog niet. Dus ik ben bezig. Ik maak. Mm-hmm. Of ik laat halen in het buitenland. Of zo. Maar het is nog niet. Dus je kan wel vinden. Iedereen kan zijn trekken komen. Mm-hmm. Maar misschien wil je een moeilijk ding. Heb ik dat misschien nog niet. Oké, maar ook voor kinderen? Voor kinderen ook, ja. Voor kinderen, plus size, nyoni, maakt niet uit. Ja. Je kan het altijd vinden. In de toekomst hebben we zeker leukere dingen, mooiere dingen. Mooi. Dus hoe gaat men maar zien 1 juli dan? Dat is nog een verrassing. Is nog een verrassing. Dus dan moeten de mensen naar me uitkijken 1 juli. Want dan ga ik gekleed worden door Miss Dansie Dan. En als u dat wil, is geen reclame hoor, maar...
Wat moeten de jonge ondernemers die in deze moeilijke tijd toch durven om iets te ondernemen, ondersteunen toch? Dus als u een pokoe heeft, een verjaardag of zo, want nu zit iedereen dracht inderdaad, ja. Hè? Kom met kimona of kom met je koto en dan hebben die koto namen, alla condre, alla soort. We hebben brokobiri, moderne koto's, biggie koto's, we hebben koto met alkooi, kom maar. Een friaar koto. Maar kunnen mensen jou wel betalen? Want dadelijk, normaal een paar juist. Een kimona is vanaf 250, is het die. En een koto vanaf 350 is het. Ja, want ik zou een keer een kimona laten maken, is vanaf 1800. Hoorde ik. Nee dan, dan betaal je die 250 en dan nog erbij, dan kan je de persoon ook kleden, want ja. Soms zijn er choris, hè. Ah, ja. Je moet recht zitten, het mag niet krom zitten. Oh. Dat, als je niet te veel is, ik zou je aanraden, kom maar. Kom maar, kom je kleden. Ja. Nee, en het, als je het hier zo, als je je koto hier zo huurt, is het gratis. Je wordt gratis aangekleed. Jij bepaalt. Oké. Okay. Nou, geweldig. Danitja, ik ben heel blij met je. En ik denk dat we met z'n allen je moeten ondersteunen. Want in deze tijd dat je nog durft, dat gaat. Hè, want de mensen klagen, want het gaat niet goed. En daar zitten ze. Maar jij zit niet. Nee. Jona Amiksan. Natuurlijk. Heel veel succes. Dank u wel. Kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van deze aflevering van In Gesprek Met. U heeft het gehoord. Ik heb gesproken nu met Danitja Marsen. En zij heeft hier in Nax een leuk boutiqueje, of eigenlijk een atelier, genoemd Dansidang. En u kunt hier kimonas of kotos komen huren. En u ziet, ik ben al half kwart gekleed, zo met mijn Anissa. Wat was het? Let them talk. Zo, let them talk. En 1 juli belooft een grote verrassing, ook voor mij. Ik ben benieuwd. Maar heeft u deze aflevering nog net gemist? De herhaling is vanavond, morgenavond om 8 uur op kanaal 12.1. Tot dan. Goeiedag.